Voor de centrale markt zal er een nieuw digitaal systeem worden geïntroduceerd om diefstal te voorkomen. Marktmeester John Lecton geeft ons meer informatie hierover. De markt beschikt nu van interne controle, maar ze komen vanuit het ministerie. En geloof me, ze zijn om de twee weken hier. En dan zitten ze bij betaaldienst, alles te checken. En die rapportage gaat naar de DC en de minister van RO. Die dames hadden een systeem ontwikkeld. Je krijgt dan een kwitantie. Die markt, die standhouder krijgt een kwitantie. En daarop staat bijvoorbeeld, met boete zijn zo 5.000. En dan heb je zo'n stamkar, dan krijg je zo'n kwitantie. Dat hun echte bedrag dat ze moeten betalen getoond wordt. Dan heb je zo'n stamkar dat het ook opgeschreven wordt. Maar wat deden ze dan? En dan op die afdrukken schreven ze aan bijvoorbeeld 50 SRD. Maar dan zetten ze een andere naam, dus nummer alles. Dus als we zeggen meneer Jan, en dan op het afdruk schrijven ze dan bijvoorbeeld Piet, 50 SRD. Want ik ken nagenoeg iedereen onder de markt. En ik ken grootte van hun standen. Dus als ik dit zou pakken, en ik zie, laat me namen noemen. Ik zie bijvoorbeeld meneer De Bruin, die een slagerij draait. Hij heeft een aantal vierkanten, maar hij betaalt 900 SRD per maand. Als ik zou zien De Bruin, 15 of 50 SRD, zou ik denken van, maar waarvoor betaalt hij zo weinig? Dus ze waren zo slim om geen... om op die afdruk niet te zetten van meneer De Bruin. Dus dat zetten van meneer De Bruin gaven ze de naam van iets van Binda of Maatbier, noem maar op. Dus als ik steekproef dus zie ik Maatbier 50, dacht ik van oké, is iemand met 1 meter of zo. Dus zo slim waren ze wel. En de interne controle, ik wil niemand een trap nageven. Maar als ze 1 keertje helder moment zouden hebben en een stamkaart zouden worden, op die stamkaarten staat het origineel bedrag. Dus als ze 1 keertje helder moment zouden hebben om een stamkaart te pakken, hadden ze het al lang opgelost. Maar ze hebben toegegeven dat ze alleen die afdrukken checkten. En alles klopte natuurlijk. En het is verschrikkelijk geweest wat die dames allemaal hier gedaan hebben. En zoals u weet, het geld van hier gaat elke week naar de DC. Dan krijgen we een weekstaat en een maandstaat. Begrijpt u? En dat leggen we op. Heilig leggen we dat op. En vandaar kunnen we ook... En onze administratie is transparant. Iedereen die belangen heeft, die belangenverenigingen hier of organisaties hier onder de markt. Zoals ze inzage willen hebben, krijgen ze het. Omdat ik de vertrouwen van die marktventers moet winnen. Omdat ik doel op hun participatie. De pers mag ook, hoe noem je dat ding, inzage hebben in ons weekstaat, ons maandstaat. We hebben dat nooit schuil gehouden. Dus het is altijd transparant geweest. Maar deze dames hebben een systeem en ik denk dat ze al lang mee bezig zijn. Maar toen we hier kwamen, hebben we agressief alle achterstanden ingewerkt. En we hebben gezorgd dat iedereen vergunning heeft, dus iedereen betaalt. Dus dat geldt wel groter. Dus dacht ik dat ze groter zijn gaan pikken. En wij van de marktleden voelen ons toch even beschaamd. En omdat we hier dag en nacht werken, we checken alles. Maar ze hebben ons toch gepakt. Maar ja, als ze interne controle kunnen pakken, wie zijn wij? Begrijpt u? Dus er zijn heel slimme dames die wat ontwikkeld hadden. Maar gelukkig, de DC is nu bezig. Dus weekend gaan we invoeren. Nu al wordt het ingevoerd. Het wordt een systeem net als EBS. Dus je betaalt hoeveel je betaalt. Als je gelukkig, als je bijvoorbeeld 80 moet betalen, je stort een 100 SAD, dan krijg je 20 retour. Het is een heel mooi systeem dat water dus bijna waterdicht gaat zijn. Maar dit systeem is bijna 60 jaar oud. Als je goed naar het systeem kijkt, wil ik de overheid niet vernederen. Maar het is een systeem dat je mensen motiveert eigenlijk om te stelen. Begrijpt u? En wij hebben het ook niet kunnen ontdekken, de interne controller ook niet. Maar het wat men zegt, 99 die naar voerman, maar 100ste die naar Vlaantie in dit geval. Dus ze zijn opgesloten en ze hebben toegegeven. Hun advocaten zijn zelf hier geweest. Maar het bedrag is zo vreselijk hoog dat ze wilden die advocaten hebben voor ze gepleit. Ze wilden hebben dat ze terug moesten betalen en taakstraffen. Ik zou zeggen, ik zei, als het iets van Theodor SRD zou zijn, zou ik blij zijn dat ze hier in de markt voor me schoonmaken. Als taakstraf. Maar het is een verschrikkelijk hoog bedrag. Je zou 20 en 30 keer met pensioen gaan en terugkomen. Je zou het toch niet kunnen betalen. En dit is, de staat is benadeeld hierin. En ik moet ook dankzeggen aan minister Getrouw. Ik weet nog, de dag van jaarrede heb ik hem geappt. Hij zat in de Nationale Assemblee. Ik heb hem geappt en hij heeft
alle ondersteuning gegeven. Hij heeft gezorgd dat fraude zo snel mogelijk hier is gekomen. Hij is steeds weer, ik zag die jongens bellen. Ze moesten rapporteren voor de inspecteur, want hij zat erachter. Dus hier, we hebben twee flinke heren van fraude hier gehad. We hebben de staat benadeeld, om exact te zijn, met een bedrag van... even snel, people. Omdat ik exact wil zijn. Een bedrag van 860.237 cent. Zo'n arme markt. Weet u wat we allemaal met dit geld konden doen? En het komt allemaal van mensen waarvoor ik respect heb, die zo hard werken onder de markt, 3:30 in de ochtend tot 4:00 in de middag. Oké, maar zij zijn niet benadeeld. Zij betalen voor hun stand. Dat moet ik goed begrijpen, want men komt hier bij mij van meestal dat de voer me niet, want mijn niet bakken. Maar zij zijn niet benadeeld geworden. Het is de staat dat benadeeld is geworden. 3 weken terug zat ik hier op kantoor en gegeven moment keek ik naar een weekstaat van mij. En ik las het. Meneer Lekton die vroeg me op een gegeven moment van waarmee ben je zo bezig? Ik gaf hem nog geen antwoord. Dus ik las door en op een gegeven moment ontdekte ik dat er geen gelden gestort zijn op weekbasis voor de vreedzaam markt. Er kwamen op een gegeven moment een heleboel vragen in me op. En ik pakte toen nog 2 andere staten, weekstaten. En die bleken ook leeg te zijn, dus geen storting voor die 3 weken. Ik zei hem toen van luister, ik merk hier dat er niet gestort is voor de vreedzaam markt, waarvan ik wel weet dat er gelden geïnd zijn. Toen is hij opgestaan, hij is naar de betaaldienst gegaan en hij heeft toen gevraagd waarom er niet gestort is. Zij hebben toen aangegeven dat ze het geld sparen. We hebben die dames toen laten roepen en vragen van wie heeft jullie de bevoegdheid gegeven om het geld te sparen. Want ook al is het 1 cent op weekbasis, het moet gestort worden. Wij hebben het recht niet om geld achter te houden. Goed, ik belde dan die dame die daar de administratie doet bij de vreedzaam markt. Ik liet haar komen en ik vroeg haar zeg van hoe komt het dat jij niet gestort hebt? En zij gaf me toe aan, zei van nee mevrouw Sardio, ik heb het geld gestort. Maar die dames hebben mij gezegd dat ik moet wachten op een kwitantie. Ik vroeg haar toen van, waar is je kwitantieboek? Zei van ja, het is op de afdeling, die dames willen het niet afstaan. Ik zei, maar hoe kan dat? Jij ontvangt daar geld, vreedzaam markt. Dan moet jij de marktventers een kwitantie geven wanneer ze betaald hebben. Ik liet die dames komen en ik vroeg haar zeg van waarom? Is die staat leeg? Waarom is het niet gestort? Ja, ik spaar het geld. We hebben daarover gesproken. Ik zeg van luister, je gaat het vandaag storten. Ik wil mijn kwitantie hebben en je gaat dat kwitantieboek overdragen. Je moet het nu afstaan. Oké, het is gebeurd. Ze is met de kwitantie naar me toegekomen. 599 SRD voor 3 weken. Ik heb het genomen. Ik heb toen aan die dame van de vreedzaam markt gezegd van luister, ga checken als het klopt. Zij is toen weggegaan met haar kwitantieboek. En na 3 uurtjes kwam ze terug. De betaaldienst was al gesloten. Ik zat hier met meneer Lekton en ze kwam en ze toonde een kwitantie, een originele kwitantie. En dat boek waar men 2 fictieve bedragen heeft geschreven. Bijvoorbeeld, er was eentje van de vreedzaam markt waar mevrouw Breij 120 SRD's betaald heeft. En die dame 20 SRD geboekt heeft. Dus ik begon al te denken van nee, dit klopt niet. Kwitantienummer checken, dat boek checken, alles was juist. Ze wees me dan een tweede waar iemand 64 SRD betaald heeft en die dame op die doorslag 2 SRD geboekt heeft. Toen zei ik van oké, wacht even. Ga rustig doorzoeken en morgenochtend als ik dan terugkom, want het was een donderdag, vrijdagochtend laat ik dan kwitanties van de marktventers beneden halen in de markt, hun originele kwitanties. Ik ben vrijdag geweest naar het werk. Ik heb de opdracht gegeven aan de bestuursambtenaren die ons hier ondersteunen. Zeg van, haal de recente kwitanties van de mensen op waar ze betaald hebben. Ze kwamen toen met een bunch kwitanties naar boven. Kijk, ik heb een aantal nog hier. En ik heb dan een paar boeken laten halen. Kopieboeken. Dus waarin eigenlijk doorslag is aangegeven welke interne controle telt. En gegeven moment kwamen we tot de ontdekking dat de meeste van die grote standhouders hun betaling gedaan hebben en men heeft fictieve bedragen ingeboekt. Ik heb hier zo'n voorbeeld dat ik u kan tonen. Ik heb de politie gebeld, zijn naar hier gekomen, ik heb ze getoond wat er is geweest.
toen hebben zij de zaak overgedragen aan Frode. En Frode is dan om en bij 2-3 weken met ons hier zo bezig geweest. Zijn marktgelden dat de mensen betalen. Dus bepaalde mensen hebben hier zo een ruimte, bijvoorbeeld een slagerij, een restaurant, een warung. Dus die gelden dat men wettelijk wekelijks of maandelijks betaalt. Er zijn aanhoudingen momenteel verricht, er zijn 4 mensen aangehouden. Fraudeuze handelingen zijn op de Vreedzaammarkt en de Centrale Markt gepleegd, omdat 3 van die dames vast hier op de Centrale Markt boven waren bij de betaaldienst en eentje was voor een periode op de Vreedzaammarkt. We zijn nu wel bezig met het systeem te veranderen. We hadden dit systeem, dus waar er met de hand werd uitgeschreven en wij willen proberen te digitaliseren.